Ik stel jullie voor de revolutionaire Incon 3 Stamp Cleaner. De beste stempelpoetser die je ooit hebt meegemaakt. Het ziet eruit als een inktdoos en zo gebruik je hem ook. Je beïnkt de gebruikte stempel en het is niet erg dat je doosje zwart wordt. En met de Incon 3 microvezeldoek ga ik poetsen. Dit is een microvezeldoek van een zeer goede kwaliteit die gewoon mee in de wasmachine kan, maar geen wasverzachter gebruiken. En je poetst de hele stempel helemaal proper. We gaan even testen met archival inkt. Zoals jullie weten, een permanente inkt. Ik beïnkt mijn stempel en ik ga afdrukken en je ziet hoe zwart de stempel is. Ik raad sowieso aan om altijd het teveel van inkt van je stempel te halen met kladpapier. Zoveel mogelijk inkt weghalen. Dan gaan we de Incof Stamp Cleaner erop zetten. En je ziet al direct dat er al een deel van de zwarte inkt weg is. We gaan de poetsdoek gebruiken. En onze stempel is helemaal schoon. We gaan een test doen. Ik heb hier een stempel die tientallen keren week na week gebruikt is met zwarte archival inkt zonder ook maar één keer te poetsen. En zoals je op het papier kon zien, komt er niks, geen inkt meer af. De overschot van de inkt is verdroogd op de stempel. Je ziet hoeveel dat er hier al afgekomen is. We gaan dapper door. We gaan testen of de Incof Cleaner deze stempel helemaal schoon gaat krijgen. Tussen die groefjes kun je niet stempelen met je doosje. Dus ik pak mijn vinger en ik dip dat op de cleaner om mooi tussen al die groefjes tussen te kunnen. En het resultaat is nu al verbluffend en ik ben nog niet klaar. Met mijn vinger ga ik in alle hoekjes en kantjes en ik neem regelmatig een beetje cleaner bij. Mijn blokje doe ik ook ineens mee, zie hoe proper. En ook de achterzijde van de stempel, die ook vuil is en niet meer goed kleefde op mijn blokje, ga ik poetsen. Is dit proper of niet? Wat een verbluffend resultaat! Wil je stempels goed proper hebben? De Incof Stamp Cleaner van Incon 3.